De Kenniskring wil de activiteiten in verband met de herdenking van 145 jaar Hindoestaanse immigratie extra belichten. Tijdens haar meeting van gisteravond zijn enkele inleiders ingegaan op de activiteiten van deze herdenking. Ook is er een ontwikkelingsmodel gepresenteerd voor duurzame energie en schoon water in Suriname. De historicus Maurits Hassan Khan heeft een inleiding gehouden over de workshop Legacy of Slavery and Indentured Labor, die door de faculteit der Humaniora ADEC wordt georganiseerd. Tijdens deze workshop zal informatie verschaft worden over de slavernij en contractarbeiders. De conferentie ook herdenkt het feit dat nu 100 jaar geleden is dat contractarbeid formeel is stopgezet in Suriname. Althans, contractarbeid van Hindustanen uit India. Dus 1916 is wel het laatste schip gekomen, maar 1918 heeft de formele opzegging plaatsgevonden van het verdrag tussen Engeland en Nederland. Dus vandaar dat ik zeg 100 jaar. In dit verband wil ik u wel meedelen dat ik van plan ben met een aantal mensen en organisaties om de tafel te gaan zitten. Of het niet de moeite waard is om later in het jaar, eind van het jaar, een bijeenkomst te houden. Speciaal voor Hindustanen, met Hindustanen, om te gaan brainstormen, met elkaar van gedachten te wisselen. Wat hebben we ervan gemaakt in die 100 jaar vanaf het moment dat immigratie is stopgezet? Ja, wij herdenken bij de immigratiedag steeds de komst. Dat is het begin van de Hindoestaanse gemeenschap in Suriname. Maar ik denk dat het goed is om het vanaf het einde te bekijken, want vanaf toen heb je een definitieve keuze in feite gemaakt om hier te blijven. Dus wat is er van geworden, wat zijn we nu en wat zal het worden in de toekomst? De energiedeskundige Raymond Palatsing heeft als nazaat van de immigranten een model ontwikkeld voor schoon drinkwater en zonne-energie. Dit project zal in Mungo uitgevoerd worden. Palatsing hoopt hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan deze sectoren. Hij legt uit waarom hij voor Mungo heeft gekozen. Water is zo belangrijk en we slagen niet bij stil. Misschien hier niet omdat het zo goed water is. Maar er zijn plaatsen waar men dagen, kinderen kunnen niet eens meer studeren, want ze moeten water, de dag vragen water, gaan zoeken. Graag gedaan. Ja. Ik wil er voorstellen om, ik heb dat gemist om te zeggen, die zonne-energie naar waterstof. Laten we het in Mungo een model plaatsen om Suriname en de wereld te laten zien dat dit komt. Energiedeskundige Raymond Palatsing, die gisteravond op de meeting van de Kenniskring een presentatie hield over schoon drinkwater. Ook zijn de activiteiten die in verband met 145 Hindoestaanse immigratie belicht. De bijeenkomst is gehouden in het Lalaroek-gebouw.